nou staan ze voor de tweede keer vanavond hier op het Taptoe-terrein. De show en drumfanfare Metro uit Scheveningen. Ja, en als je uit Scheveningen komt, dan ben je dus nauw verbonden met de zee. En het moest er dan ook een keer van komen dat Metro een complete show ging brengen die de zee als thema heeft. En die show die is op 16 april in première gegaan. De composities die u vanavond hoort hebben dan ook allemaal betrekking op de zee. En het spreekwoord zegt, de zee geeft en de zee neemt. In dit geval geeft de zee u dus een show met verschillende genres, zoals traditionele marsen, populaire muziek en filmmuziek. En de zee neemt u mee, van uptempo naar kippenvelmomenten, van verrassende en mysterieuze momenten. Het is een afwisselende show waarin zelfs de haai Jaws van zich laat horen. En de show eindigt met het prachtige nummer De Zee van Treintje Oosterhuis, compleet met trompetsolo door de trompetiste René van Ginkel. Dames en heren, hier is de allernieuwste show van de show en drum van Varen Metro. Zij staat onder leiding van tamboemetter Sander van Inge.
Ja, dames en heren, geeft u ze nog een bijzonder applaus. De show en drum van Varen. De beide shows die zijn vanavond hier voor u opgevoerd. De Borsato Show, 3 jaar heeft hij meegedaan. En natuurlijk de allernieuwste show, De Zee. Hij is prachtig om te zien en om te horen. En bij zo'n tattoo hoort natuurlijk...